Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vanuit ons nieuwe huis. Wat een ruimte. Kijk, dit is Waterdam met een lampje. Oh, papa wil nog wel even een dessert bestellen. De mensen naast ons hebben al 6 keer omgekeken, maar oké. Okay. Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vrijdag vandaag. Happy Friday. En het is ook echt een hele Happy Friday, want ik heb heel erg veel zin in dit weekend. We gaan lekker naar Centerparks. We gaan straks iets heel erg leuks doen. Namelijk onderweg naar Centerparks komen we langs een plek waar huizen staan die je zelf kunt laten bouwen. Bart die heeft al heel lang in zijn hoofd dat hij zelf een huis wil laten bouwen. En we gaan dus een keertje kijken naar wat voorbeelden die daar staan. Dus een soort modelwoningen. En die kun je dan van binnen bekijken. Echt heel erg veel zin in. Heel erg leuk. Ik ben even broodjes aan het maken voor onderweg. Wow, als je even een weekendje weggaat, moet je echt veel meenemen. Nog meer dan zeg maar met een net geboren baby. Want nu komt er ook nog van alles bij. Zoals hapjes tussendoor, water voor onderweg, broodjes voor iedereen. En voor daar natuurlijk niet alleen luiers, maar ook de zwemkleren. Oh ja, ik moet nog even snel was uit de droger halen. Zat hij er wel in? Oeh, wacht, dat ga ik even snel doen. Nou, hele berg met spullen. Ik ben al begonnen hoor, met inpakken. Hier gaat alles in. Allemaal luiers, zwemluiers. Voor de zekerheid, dit vergeet je dus heel vaak, maar you never know hè. Gaan we het aapje meenemen? Ja hè, die vind je zo leuk. Die is zo leuk joh. Jola die had haar koffers woensdag al gepakt. Dus dat stond al mooi klaar. Ja, nou. Heb jij de spullen voor Dexie gepakt? Ja, zit. Ja! Stokjes. Dexie gaat ook mee. Ja. Knuffeltje ligt hier nog. Dexie. Kan je het zien? Kan je het zien, Dex? Stop nummer 1 waar wij langs rijden vandaag, dat zijn stukjes land. Aangezien we ooit in de verre toekomst natuurlijk ons huis gaan bouwen, zijn we even aan het kijken naar een project waar wat kavels te koop zijn. Gewoon even een beetje rondkoekeloeren, nu dat we er toch langs rijden. En we zeggen lekker niet waar het is. Ja, maar het ziet er zo uit. Ja, boerenland jongens. Boerenland. Boerenland. Nee. Supercharger nummer 1. Even de benen strakken. Nou, we zijn nu in Emmeloord. Dus we moeten nog even wachten. Voordat we weten hoe lang we nog moeten rijden. Dexie wordt helemaal dol van sneeuw hier. Dit is het eerste huis waar wij naar gaan kijken. Het zijn dus een soort modelwoningen die je kunt bekijken. En die je helemaal zo kan laten bouwen. Nou. Het is maar goed dat je die schoenen aan hebt. Ik zei toch dat je die schoenen aan moest doen? Ja, maar ik bouw je schoenen ook aan. Vooral hierheen. Ja. Er zit een park. Kijk, er staat toevallig een huisje op de achtergrond. Ja. Wat een leuk stulpje. Nou hè, Bart. Oeh. Oh, wat een hé, zit je lekker? Oh, warmte. Welkom in ons huis. Is het wat? Schat, hier dan moet gaan omheen. Wow, dit wordt mijn kantoor. Wow. Het is wel relaxed, want dan krijg je dus mensen op bezoek. Ja. Ja, en die komen dan hier binnen, die hoeven niet door je huis. Dit is echt ideaal als werkruimte, ja zeker. Dan heb je hier uitzicht, wat we net hebben bekeken op de weilanden. Heel mooi. 5 deuren ook, zie je? Heel mooi. Dames en heren, welkom bij deze modelwoning 4L2. Ja, goed, dat heb je goed onthouden. Maar dit is ook lekker gewoon zo'n grote gang wel, toch? Zo. Mooie lamp ook dan, als je hier zo. Wat dit, hé. Tadaa! Tadaa, welkom in ons nieuwe huis. Wat een ruimte. Tadaa. Jezus, niet normaal. Keuken. Woonkamer. Kun je eventueel nog een serre erbij nemen, dit. Maar dat vindt Lisa niet zo
Ik hou niet zo van serres. Dit is de woonkeuken. Niet normaal. Zo. Echo. Ja, echt een echo, ja. Wat een ruimte, hè? Wil je iets eten? Nee, dank je, schat. Het is wel een mooi voorbeeld. Laat maar lekker zitten. Dat is met zo'n bakje. Ja. Fijn. Het ziet er ook heel clean uit, hè? Ja, aan tafel eten. Nee. Volg mee. Oké, we beginnen met deze kamer. Ik ga met de blok mee. Dit is dus boven de... Wat? Wat? Halleluja! Wat? Dat is ruimte, dit is toch niet normaal? Je kan het ook allemaal anders indelen. Je kan het ook deze muur niet. Weet je, dit gewoon één grote ruimte is, hè? Komt u even mee? Dit is nog een aparte badkamer voor de slak. Ja. En dit kan je ook... Dit enige wat Jax interessant vindt is overigens mijn mond. Hier kan je... Jax denkt, hoe ga ik dit later allemaal bekostigen? Ik word tandarts. Zo interessant. Interessant, interessant. Ja, dan kan je een beetje zo'n bedstee maken. Ja, dat is vet gezellig. Ja, ja. Heel leuk. Zie ik al helemaal voor me? Nee, maar dat is gewoon alleen maar wow, een voorbeeld. Wow, dit is een zwaar kamer, of niet? Hey. Ja, dat is ook gewoon een kleine... Goed, ook een gewoon... Hey, kijk, vliering. Loop met je klaar. Oh, dus we hebben wel een vliering. Dat is wel fijn ja, voor alle opslag. Ja, zie je. Wow, kijk hoe ver het loopt. Zie je dat? Maar ik zou er niet in gaan, Bart. Nee. Maar dit is toch wel een ruimte? Wat? Wacht, ik ga even van deze kant laten zien hoe lang het is. Maar het is vet lang hoor. Echt een vet grote ruimte. Ik zal een foto voor je maken. Okay, het volgende huis. Waar is de ingang? Hier denk ik. Oh. Wow, dit is ook wel weer jeetje. Wat anders dan weer, hè? Kijk hier dan, wat dan bedoel, hè? Jeetje, oh dat is leuk. Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vanuit ons nieuwe huis. Ja, dit is wel echt zo'n lekkere plekje gewoon. Ja, maar dit kunnen we ook gewoon maken, toch? Dit is ook mooi. Ons nieuwe huis, zo'n plekje. Deze ramen vind ik veel mooier dan die in het andere huis. Dit is wat ik wilde, zo'n aparte ik hou niet van een tv in de woonkamer. Dus dit was dan mijn oplossing. Niet. Wel als je gewoon tegen de muur aankomt. Ja. En dan hier helemaal een zitje maakt. Kan je dan? Hier kan je ook gewoon lekker ongestoord werken. Ja. Wow, dan hoeven we geen ruzie meer te hebben als jij nog het tv wil kijken en ik wil nog editen. Dan zit ik soort van achter waar jij je altijd naar kijkt. Het is verlichting met rook, met waterdamp. Wauw. Oh, dat is dus gewoon veilig. Dat zei ik, dit is waterdamp met een lampje. Het is gewoon net echt. En een geluidje. Niet normaal. Er zit een bad. Hier heb je dan de fabriek. Dus dan kun je gewoon zien dat de dakkapellen worden gemaakt en zo. Echt super gaaf. Oh, het is helemaal vol met sneeuw de weg. Wow. Oh. Het is maar goed dat we met deze auto zijn. Ja. Met mijn auto waren we hier niet gekomen, joh. Zo, even naar de receptie. Oh, wat ziet het hier super mooi uit met al dat sneeuw. En nog helemaal in de kerstsferen. Oh, zo leuk. Oh, een bad. Een bad met mama. We hebben een bad met, hoe heet dat? Bubbels. Ja? Ja, van die bubbels die zo gaan. Wow, yo! Jola is alles al aan het installeren. En ik heb hier, tadaa, het bedje gemaakt voor Jack. Ze hadden gezegd dat het niet zou passen in de slaapkamer, maar pas precies. Precies. En Jola vindt het superleuk om samen met Jack hier te gaan slapen. Ja, want ik word er ten eerste nooit wakker van. En het is ook dat, ik zit zo ver weg met mama. Oeh.
super vol. Echt. Het is een wonder hoe lang we Jack stil hebben kunnen houden. Met van alles en nog wat. Want het is al super laat. Maar die is nu wel echt op het einde van zijn Latijn. Nee, schat? Ja, we gaan zo lekker naar het huisje. En wat gaat er als eerste aan straks in het huisje? Het bad. Het bad? Ik dacht de sauna. Oh ja. Voor mij de sauna dan. Ja, voor mama en mij de sauna en voor Bart en Jack de bad. Oh. Er zijn gewoon vriendjes. Zo, Bart, heb je even een lekker toertje gepakt, ik schat? Wat? Risico niet lopen. Is dat voor jullie samen of? Nee, niet voor mij. Niet voor mij samen. Oeh, daar is Jola. Op zoek naar wilde dieren. Plop, hap, 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 maché. Een bubbelbad met schuim. Belangrijkste twee dingen om mee te nemen. Drinken voor Jax, drinken voor ons. Zo schattig. Amber Noise. Zijn we wakker op de zaterdagochtend? Hey Marty! Hey, wakker! Goedemorgen! Hey! Hey! Laat je tandjes eens zien. Hey! Elke die tandjes van vier, kijk die. Kijk nou. Ja. Geef eens die camera. Ja, doe maar. Tandjes. Oh, je ziet echt niks te maken. Oh, wacht even. Ja. Zo, hallo, goedemorgen, zaterdag. We hebben wel een beetje pech hier in Center Parks, want de sneeuw is weg. Verdorie, dat is jammer. Ja, hè? Echt heel erg jammer. Maar misschien gaat het morgen nog sneeuwen en dan is hij weer terug. We gaan nu in ieder geval even ontbijten. Het mag de pret niet drukken. Nee. Kijk dit naar zitten, je hoekje. Ben je nog aan het wachten voor Jake? We gaan even ontbijten en dan gaan we straks bowlen. Daar gaan we mee beginnen. En verder staat natuurlijk op de planning voor vandaag zwemmen. Dat is sowieso belangrijk hier, hè? Ja! Maar die blauwe, die was wel... Ja, maar je pakt hem op. Dus waar had je die zwarte? Hier zo staan. Hier helemaal? Ja. Nee, is het punt? Ja. Zo staan? Ja. Niet helemaal als je het goed hebt? Ja. Ga je rennen? Ja. Niet meer rennen. Ja. Achter. Ja, hier. Nou ja, hij ging in het begin perfect hoor. Ja! Zie je? Ja. Maar mama rent het nog steeds aan. Een vet lichte bal. Is dat goed of niet? Nou. Best goed. Het mooie is dat je met een lichte bal. Ja, hij staat. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Right. Hey. Nou, ik denk dat het wel duidelijk is wie dit spel heeft gewonnen. De winnaar. En ik ben tweede. Oh ja, is het zo? Private, maar ik wil even laten zien dat het super handig is om hier om te kleden. Met je hele familietje kan je gewoon hier omkleden. Eén ding wat iets minder handig is, ik sta hier in mijn warme skibroek en ik ben mijn bikini vergeten. Ik heb voor iedereen alles meegenomen, maar voor mezelf niet. Dus ik ga morgen zwemmen. Ik blijf nu even als begeleiding. Wacht. Ik ben er niet.
super gezellig. Zo, we zijn vandaag eten bij Fuego. En Jax heeft lekker geslapen, dus hij gaat alvast heel erg gezellig zijn straks tot Jax. Hij proeft alvast even het leesvoer. Super nice. Ze hebben zelfs in een grillrestaurant, waar Bart graag heen wilt, en ik eigenlijk niet omdat ik vegetarisch ben, hebben ze zelfs een vegaburger. Jax, waar ben je nou? Hey, ben je daar? Hey, Bart. Hey, Jax. Hey. Zo, we gaan aan een boswandeling beginnen. Ja, maar omdat het zwembad best wel ver bij ons huisje vandaan is, dan maken we daar een boswandeling heen. There we go. Ah! Alleen met Bart en Jax ben ik nu met mama alleen. Leuk, hè? Ja. We gaan eventjes bij de wasbeertjes kijken. Maar ja, Jack slaapt wel. Maar voor Jola is het wel ook leuk. Hallo. Ia, Ia. Ia. Oh, hij heeft het koud. Oh. Oh, oh, Jax. We worden aangevallen, Jax. Oh, Jax. Stop. Oh. 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 Wat een mooi plekje is dit weer hier. Nou, kijken. Het is niet echt de dagelijkse snackbar. Heel mooi hier. There we go. Meaningful, it is. Ja, dat is het einde.
dan gaat je balletje ook weg. Finish. Ja? Ja. Oké. Dit huisje, lekker naar huis toe. We moesten op zondagavond al vertrekken, omdat Jola morgenochtend weer naar school gaat. En Bart staat op de deur, want we zijn alles even aan het inladen weer. Ja. Nee. De eerste lading zit erin. Ik heb yes. Mijn pyjama gedaan voor in de auto. Lekker hè, lekker in de auto. We moeten 2 uur rijden, dus dat is echt wel even een ritje weer. Oh schat, wat houden wij toch veel van ons... Dat ook. Oh, okay. Van ons eigen huisje. Ja, dat en ons ook. Eigen boompje, beestje, dingetje. Ons alles, ons eigen. Ja, echt. Is toch wel lekker, hè? Wat ik nog wilde zeggen is, we waren dus in Centerparks. Omdat we, dat had ik nog helemaal niet gezegd in alle drukte. Dat we dus een vlog aan het opnemen waren voor Centerparks zelf. Dat komt dus op het YouTube-kanaal van Centerparks. Dus niet op deze. Maar natuurlijk zie je wel gewoon ook de beelden van mezelf tussendoor in deze vlog. Maar goed, nog meer komt daar. En daar zal ik dan later ook nog wel even over laten weten wanneer en waar je dat kunt vinden. Goed, in ieder geval bedankt voor het kijken naar deze vlog voor dit weekend. Ik zie jullie maandag weer. Doei! Later! Rock that joint.